Dan gaan we naar de tweede wedstrijd, ook een U18-wedstrijd. Robin Hood speelde tegen Notch. Robin Hood in het rood-groen, Notch in blauw-zwart. Notch speelt van links naar rechts op uw beeldscherm. Hier Notch in de aanval. En daar een eigen doelpunt. Na een inzet van Marfinho Afono komt de bal aan tegen een Robin Hood verdediger en verdwijnt in het doel, in zijn eigen doel wel te verstaan. En dat is 1-0 voor de ploeg van Notch. Ja, deze man mag gaan douchen. En heel laat in de wedstrijd wordt het 1-1. In de 90ste minuut is het Daryl Seipenhoff die de eindstand bepaalt op 1 voor Robin Hood en 1 voor Notch.